In Brummen vind je Nico Aaldring. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, ik laat u vandaag de allerbeste Engelse sportwagen zien die er volgens mij is. Dat is eigenlijk gewoon een hele simpele MG. MGB. En die heb je in cabriolet en in GT zoals dat heet. En die heb je in 4-cilinder en die heb je in 6-cilinder en die heb je in 8-cilinder. En daar gaan we het vandaag mee doen. Dat is geen straf hoor. Overigens, al die auto's, dit is hobby. Maar u ziet wel, er wordt ook nog gewerkt hè. We hebben de fotograaf vandaag. Die 8-cilinder die werd ontwikkeld eigenlijk door meneer Costello. Dat was een Engelsman. En die Engelsman had de MG garage. En die dacht, weet je wat ik doe? Ik ga die Rover V8 motor erin bouwen. En daar was hij redelijk succesvol in. 235 heeft hij er gebouwd. En toen zijn ze natuurlijk bij MG, wacht even, daar kunnen we veel beter die motoren erin bouwen. Dus MG ging die motoren bouwen. Maar, midden in een oliecrisis. 273. Het eerste jaar werden de Duitsers verkocht, het laatste jaar 188. Uiteindelijk zijn er iets van 1200 gebouwd. Met een V8 erin. En het bijzondere van dit karretje is, deze is ruim 25 jaar van een mevrouw geweest. Ik zou die mevrouw wel eens willen ontmoeten. Want waarom wil je dan een V8? Je moet een heel stoer wijf geweest zijn. Kan niet anders. Kijk, als ik hem alleen al start, dan worden we al blij. Worden we blij? Hier worden we blij van. Het is niet zo dat de V8 de allerbeste auto is hoor. De gewone MGB 4-cilinder, die heb ik er honderden van verkocht. Daar heb je eigenlijk nooit geen glazen mee. Dus mensen, als jullie een Engels sportwagentje wil kopen, een MGB is de beste, vind ik. Die V8 die erin ligt, die weegt 20 kilo minder als de 4-cilinder. Kijk, hij is zo lichter omdat het een aluminium motor is. En zijn voorganger, de MGC, de 6-cilinder, die had dat heli-blok, zo'n blok erin. Maar als je met het ding de bocht doorging, had hij sterk onderstuurd. Liep zo van de weg af. Een beetje nat weer, ik word helemaal vergeten. Prachtige motor, de motor van de heli. Liep erg goed, loopt ook heel mooi. Is ook redelijk snel, maar veel te zwaar voor die MG. Dus hij liep weg. Die verdeling van de carrosserie met motor was niet goed. 40 jaar geleden, toen had mijn vrouw zo'n autootje. Weliswaar 4-cilinder, want 8-cilinder konden wij niet betalen en 6-cilinder overigens ook niet. Dat was ook niet zo'n hele mooie, maar we hebben wel jaren gehad. Dus ik heb iets met een MGB GT. Ik vind het gewoon heel leuk. Moet je eens kijken, een mooie auto. Getint glas erin. Dit is typisch V8. Dit is typisch V8 natuurlijk. Als je alles eraf zou halen, dan zou je niet kunnen zien dat het een V8 is. Je kunt het niet zien, maar je kunt het wel horen. Kleine auto met een dikke V8 erin. Ik kan er enorm van genieten. Weet je wat ook zo leuk is aan deze auto? Hij stuurt zo licht. Hij stuurt zo licht. En die mevrouw, de vorige eigenaresse, die had er ook nog even een paar snelle nokken in laten monteren. Want hij was niet snel genoeg. Ja. Kijk dan toch eens. Je hoeft ook niet zo hard te gaan, maar hij stuurt zo. Je hoeft hem ook niet vol in toeren te jagen. Dat is helemaal niet nodig. Ruim voldoende pk's. Ik geloof iets van een kleine 150 pk aan boord. Met een autootje wat nog geen 1000 kilo weegt. Ah, dit is een fantastische auto. En er zit ook niks op ervan. Hè? Je hebt een kachel met één stand, Hibibora. Je hebt een achteruitverwarming. Je hebt een sigarettenaansteker. Je hebt een choke. Een lichtschakelaar. En dat was het. En de kachel aan en uit. Boven en beneden. Meer hebben we niet. Is dat dan niet mooi? Ik vind het allemaal wat in. Boven en beneden. Alles is hier leuk aan. Is dat fantastisch? Wat je natuurlijk zou kunnen overwegen is natuurlijk dat je zo'n auto zou kunnen rijden voor dagelijks gebruik. In plaats van de verse Japanner. Is dat veel leuker? 8-cilinder. Hij wordt niks minder waard. Ze gaan niet kapot. Ik beloof het u echt. Is toch veel leuker, jongens. Kom op nou. Dit is toch veel leuker. En de kids kunnen erachterin.
En die rechtse besturing, daar ben je aan. Dit lijkt wel een verkoopverhaal overigens hoor. Maar ik vind het zo jammer dat ik die auto's niet meer dagelijks op de weg zie rijden. Dat is gewoon jammer. Dat is toch jammer? Dit is toch een auto, daar kun je toch gewoon dagelijks mee rijden? Probleemloos!